Yo mensen, ik ben bij een nieuwe video. Hupke Floris hier. Vandaag spelen wij Brawl Stars. Laat alvast een like achter. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer je zeker op mijn kanaal voor meer video's. En het is natuurlijk nu dinsdag 5 uur. En ik heb een nieuw uploadschema. Voor de mensen die de video van zondag niet gecheckt hebben. Daarin leg ik uit waarom ik een nieuw uploadschema heb. Kort gezegd, ik heb het gewoon heel erg druk met de Uni. Maar mijn nieuwe uploadschema komt ook eventjes nu in beeld. Staat ook altijd bij elke video in de beschrijving. Zodat jullie nu dus weten wanneer ik Brawl Stars, wanneer ik Clash of Clans, wanneer ik Clash Royale, wanneer ik Walking Dead en wanneer ik Pokémon video's opneem. Dus dan weten jullie dat. Dat is wel even lekker om te weten. Maar wij gaan in deze video met Lolman en Wek gaan wij proberen Daryl rang 25 te halen. Je ziet ook hier in YouTube's in beeld Wek BS en Lolman BS. Dat zijn hun YouTube kanalen. Volg die zeker ook eventjes. Abonneer eventjes. Linkjes ook in de beschrijving. Maar wij gaan beginnen. Strafschop is een chille map voor Daryl. Dus wij gaan kijken hoe dit gaat verlopen. Trouwens, voor de mensen die de Pokémon video van zondag gemist hebben. Daarin kan jij een nieuw product kopen. En als je dat product koopt, dan stuur ik jou extra kaarten op. Voor de mensen die dus dat vet vinden, die extra kaarten willen hebben. Check zeker na deze video even de video van zondag, de Pokémon video. Maar wij gaan dus gewoon lekker beginnen. Dinsdag 5 uur dus nu lekker Brawl Stars. Ik heb er heel veel zin in. En wij gaan kijken dus of wij rang 25 kunnen gaan halen. En die Nita wil ik even dood hebben. Let's go. Nitaatje neer, Nitaatje neer. Ga ik even zorgen dat ik in het goal sta. Ja. Oh, nee, 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 nee. Oh, wat een grijp van Wek. Sorry. Dat doet die Wek toch wel eventjes lekker, hoor. Dat doet die Wek toch wel eventjes lekker, hoor. Perfecte grijp. Anders was het waarschijnlijk een goal geweest. Ik moet wel eventjes inkomen. Ik heb vandaag nog niet heel veel Brawl Stars gespeeld. Dus het allereerste potje van de dag ook met Lolman en Wek. Dus ik moet wel even sowieso eventjes inkomen. Let's go. Nou, ja, ik wou net zeggen. Hij gaat toch wel dood. Ik even oppassen voor die Frank. Even oppassen voor die Frank. Even kijken of we daar Beast Boy kunnen helpen. Let's go, die blijft levend. Die zit daar lekker achter het dingetje. Dan gaan we even kijken of we die Beast Boy kunnen helpen. Ja, Frank neer. Nice, 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 nice. Ik sta hier ook nog steeds lekker onder bedekt, zeg maar, in de schutting. Ga ik even kijken of ik die bal wat op kan halen. Want die bal was een beetje weggepaast door die vent. Oké, let's go. Dan passen we de bal nu iets meer naar voren. Oeh, dat is niet best. Daar gaat Wek dood. We moeten op gaan passen. Oké, duidelijk wel op tijd. Nee, wat ben ik niet vrijgekomen daar? Ben ik daar niet vrijgekomen? Misschien had ik daar moeten vluchten in plaats van doorschieten op Frank. Maar ik dacht dat ik daar echt volledig uit de range was van zijn special van Frank. Maar kennelijk dus niet. We moeten trouwens nog 19 trofeeën. Dat zijn 3 potjes winnen. Dat zijn 3 potjes winnen. Ik had daar moeten wegboosten. Ik had er denk ik moeten wegboosten. Een perfecte blok trouwens van Wek daar op die Frank super. Want de super van Frank ging en toen blokte hij hem. Ik ga denk ik nu even boosten. Dan kill ik even deze Jean. Ja, let's go. En ondertussen zet ik even druk op die Nita. Maar dit wordt een goal. Let's go. Met nog een half minuut te spelen staan we 1-0 voor het allereerste potje van de dag zelfs. En van deze video. Even kijken hoor. Daar gaat die Jean probeerde daar te grijpen. Dat mislukte. Even oppassen, oppassen, oppassen. Oké. Je moet wel natuurlijk een goal gaan staan. Daar speelt Wek hem weg. Top. Top gedaan. Nog 14 seconden. Uit de range blijven. Ja, uit de range van Frank. Dan ga ik nu even druk zetten. Pak ik hier even mijn gadget. Let's go. Daar is hij neer. Dan, oeh, dan heb ik daar de redding. En dan speel ik daar de bal weg. En dan hebben we het allereerste potje gewonnen. Zo, dat was wel even close. En redding was wel ziek. En die bal ook gewoon op tijd weggespeeld. Eerste potje is binnen. We staan op 739. En we moeten nog maar 2 potjes doen. Bam, we gaan gewoon even lekker door. Volgende potje. We gaan even kijken. We zijn nu 2 keer verloren. Dus ik zend de 2 losse zend ik denk ik niet uit. En dan deze wel weer. Ik moet gewoon een beetje kijken hoe ik het allemaal ga doen. Maar we komen nu tegen El Primo. We hadden net verloren van El Primo. Dus dat is niet al te best. Hopelijk kunnen we deze winnen. Hopelijk kunnen we deze winnen. Maar dit gaat wel lastig worden, boys. Dit gaat wel lastig worden. En Bibi, we zijn ondertussen ook geswitcht qua knokkers. We hebben nu een Sprout. En Lolman was net Nita. Nu is Wek Nita. Dus we zijn een beetje geswitcht. Ik ga even kijken of ik nu kan scoren. Dan moet even die Bibi wel... dan moet die Bibi wel sowieso even dood. Let's go, Bibi is neer. Dan moet ik eigenlijk nog eerst even deze El Primo gaan killen. Deze El Primo gaan killen. Oh, daar wou ik mijn gadget gaan gebruiken. Kan Wek scoren. Wek scoort hem. Let's go. Oké, let's go. Wek scoorde daar mooi. Gaan we door. Gaan we door. Gaan we doorspelen. Daar heeft die El Primo. Oké. Kijken of die El Primo helemaal kan killen. Nee, dat lukt niet. Ik zal eventjes die Nita Beer. Ah, nee, die Nita Beer. Ik wou die Nita Beer weghalen. Maar dat was misschien niet een al te goed moment. Eventjes wachten, 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 wachten. Tak, 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 tak. Ja, let's go. Dan
Ja. Ah nee, ik had daar... Oké, ik had daar... Dat was wel heel slecht voor mij trouwens. Dat was heel slecht voor mij. Ik had daar gewoon mijn schild moeten gebruiken. Ik had daar gewoon mijn schild moeten gebruiken. Maar we zijn op zich nog 7 staan. 1-0 voor dit potje. Dus het is allemaal niet heel erg. We moeten gewoon eventjes ervoor zorgen dat dit geen goal wordt. Let's go. Dat wordt geen goal. Dat wordt geen goal. Mooi. En daar is die al prima ook neer. Dit ziet er goed uit. Ga ik links om, want die Bibi is rechts. Boom. Dan... Oh, dan blokt hij. Ja, daar kom ik er net niet doorheen helaas. Daar kom ik er helaas net niet doorheen. Oké, dan speel ik even de bal daar in het hoekje. Dan ga ik eventjes, toch eventjes wachten totdat die al prima niet er zijn. En in dat hoekje is ook chill voor Sprout. Want dan kan Sprout gewoon makkelijk eroverheen gooien. Ik blijf nog een beetje op afstand. Ik weet niet precies wat ik nu het beste kan gaan doen. Daar gaat Nita neer. Daar gaat Nita neer. Nita is neer. Daar gaat Bibi bijna neer. Ja, Bibi is neer. We moeten nu een opening zijn, maar er komt waarschijnlijk El Primo nu weer doorheen. Ja, daar is El Primo. Daar is El Primo. En daar is de rest weer. Oké, maar wij kunnen gewoon, als wij gewoon die bal een halve minuut bezighouden, dan kunnen we dit in principe ook winnen. Weet je wat? Ik gooi gewoon die bal in het hoek hier. En zij moeten binnen 26 seconden scoren. Dat is een beetje het ding nu. Zij moeten binnen 26 seconden scoren, anders hebben wij gewonnen. Dat is dus een beetje nu het ding. Dus als we dat gewoon tegen kunnen houden, dan komt het gewoon allemaal goed, jongens. Dan komt het gewoon allemaal goed. We moeten gewoon ervoor zorgen dat zij niet bij die bal kunnen. En ze kunnen nu helemaal niet bij de bal, want het is nu dichtgezet. Ik denk dat dat best wel een goede tactiek voor mij was daar. Om gewoon die bal in dat hoekje te spelen. En dan zijn ze sowieso niet op tijd om te scoren. Let's go! Dit potje hebben we gewonnen. Maar ik heb volgens mij de twee losses hiervoor eruit geknipt. Dus dan weten jullie niet precies hoe het er nu voor staat. Maar hij staat er nu dus 7-31. We moeten nu dus nog 3 potjes gaan winnen. Wij gaan kijken hoe dat loopt. Ik vind het wel leuker om de winst erin te gooien in plaats van de losses. Maar ik moet even kijken hoe ik dus dit gaat editen. Niet stressen allemaal, boys. Het komt allemaal goed. We moeten nu nog 3 potjes dus gaan winnen. En ik heb er vertrouwen in. We komen tegen een Sprout. Een Sprout niet zo chill. Ik vind een Sprout altijd vervelend om tegen te spelen. Dan kan ik niet lekker hier campen of zo, zeg maar. Een beetje wachten totdat mensen aankomen. Hoppatee. Oké. Daar Frank even een beetje hitten. Dan heb ik nu al mijn special. Dat heb ik heel snel weten te verzamelen, die special. Ik moet wel een beetje oppassen. Ik kan natuurlijk wel boosten naar die Sprout. Dat ga ik nu ook gewoon doen. Dan is die Sprout in ieder geval dood. Dan ga ik helaas zelf ook dood. Jammer. Maar omdat die Sprout dood is, dan hebben denk ik Beast Boy en Wek iets meer ruimte om daar door te pushen. Want die Sprout hield ze een beetje op afstand. Dus ik denk dat ik het alsnog prima heb gedaan daar om daar te boosten op Sprout. Helaas zie ik nu dat Lolman ook dood is. En daar heb je weer Sprout. Oh, ik ben vastgezet. Ik ben vastgezet. Oei. Oké. Nou, weet je, dan ga ik nu gewoon even boosten naar Ricootje met zijn cats. Ricootje met zijn cats. Ik ging daar bijna neer. Laten we even restoren. Laten we even weer wat levens erbij krijgen. Dan hebben we daar Frank. Dan hebben we daar gekke Frank. Die gaan we gewoon eventjes op schieten, zodat ik mijn special een beetje kan ver... Hé, wat doet die Frank nou? Ik wou net zeggen, waarom gaat die Frank niet lopen? Oké, let's go. Die beer houdt die Frank heel goed bezig. En die Rico ook. Let's go. Nu kunnen we gewoon het goal aanlopen. Snel spelen. Let's go. 1-0 voor ons. Oké, 1-0. Ik heb mijn special daar niet gebruikt. Ben ik blij mee. Geen fouten. We hebben alle 3-0 ook een special, wat super chill is. Ik ga weer achter mijn tonnen zitten. En dan denk ik dat ik zo weer ga boosten naar een Rico. Ja, let's go. Ricootje neer. Nice. Dit is heel goed. Dit is heel nice. Dit is heel top. Moet alleen die Frank nog neer. Let's go. Dan gaat sowieso die Sprout nu die kant blokken. Daarom pas ik nu naar de andere kant naar weg. En ik denk dat we hier kunnen... Oh nee. Wat doe ik? Ah nee. Wat deed ik daar? Ik dacht dat ik hem heel clean kon chargen naar... Rico. Maar dat ging niet helemaal lekker. We hebben nu wel weer die bal in dat hoekje gedreven. Maar volgens mij zijn we alle 3 dood nu. Ja, we zijn nu alle 3 dood. Dus we hebben er nu weinig aan. Oké, dit wordt lastig. Dit wordt heel pittig. Ik moet even oppassen. Ja, kijk, dat is Rico special. Die ging daar niet al te best. Die special van Rico ging daar niet al te best. Dan speel ik even die bal. Wat de hel gebeurde daar? Ik weet niet. Ah, we gaan sowieso nu tegen goal krijgen. 20 seconden nog maar. Nog maar 20 seconden. Kunnen we dit verdedigen? Daar. Oh nee, daar probeerde Lolman de bal te blokken. Maar dat lukte niet helemaal. 12 seconden nog. Kom, die Sprout moet neer. Die Sprout moet neer. Ik bies nu. Joppa, meteen naar Sprout. Let's go. Sprout neer. Paas maar, paas weg. Paas. Oh, nou ja, kan dat. Dat kan ook. Let's go. Hebben we weer gewonnen. Moeten we nog maar 2 potjes. 2 potjes. Dit waren hele goede spelers trouwens. Allemaal boven de 800. Nog 11 trofeeën. Dat zijn nog 2 potjes, boys. Kunnen wij dit raken? Kunnen we dit halen? Ik heb er zoveel zin in. Ik wil eindelijk mijn tweede knokker. Rang 25. We gaan het zien, boys. Oké, Ems, Jackie, Colt. Op zich geen drama knokkers voor mij. Het is geen Dynamite of zo. Dat vind ik altijd drama knokkers, omdat ik die niet makkelijk kan pakken. En dit zijn allemaal knokkers die ik niet heel erg vind. Oh nee. Ja, dat moet ik even doen. Ah, nee, die Jackie. Ik dacht dat ik die Jackie daar kon killen.
Oh nee. Ik moet op afstand houden. Nee, dit is pijnlijk. Dit is pijnlijk. Nee. Oh, wat een kill van Beast Boy. Wat een kill van Beast Boy daar, jongens. Oh, anders had die Jackie gescoord. Wat een potje zijn het ook. Nu gaat sowieso Ems een special gooien. Dus daarom hou ik even op afstand. Daar komt de special van Ems. Wachten. Nu killen. Ja. En wegwezen met die bal. Oh, ik wou eigenlijk boosten naar Colt. Maar dit is eigenlijk ook niet heel verkeerd. Die bal eventjes wegspelen. Oké, let's go. Ik ga even die bal uit onze base halen. En eventjes iets verder wegdroppen. Die bal even iets verder wegdroppen. Let's go. Daar is die bal even iets verder weg. Kunnen wij even op adem komen. Het is wel veel hekjes bij onze kant zijn al kapot gemaakt. Dus dat is niet al te chill natuurlijk. Even kijken of we die Jackie kunnen killen. Die mag natuurlijk niet op de bal zitten. Dat zou niet chill. Oh, mooie kills. Hele mooie kills er van Beast Boy. En van weg. Mooi. Past hij de bal naar mij toe. Dan kan ik nu, als ik nu de bal... En dan zo doe. Dan nee, dan kan ik niet scoren. Zo heb ik wel eens een keer gescoord. Let's go. Daar. 1-0. 1-0, boys. Oké. Concentratione. Ik heb weer mijn boost. Ik heb weer mijn special. Onze hekjes alleen zijn open. Dat is zoveel makkelijker voor nu om te scoren. Cool. Oké, let's go. Die Jackie gaat er neer. Ja, dat is heel chill. Dan kan ik nu chargen op een Colt zonder stress of op een Ems. Als ik gewoon even een openingetje zie. Nu dus. Net wanneer ik wou boosten, kwam die Colt met zijn special. Dat is een slechte boost van mij. Geef ik ook gewoon toe. Oké, we hebben nog 43 seconden. We staan voor. Dus we kunnen hem weer heel vervelend voor hun natuurlijk. Maar we kunnen hem weer in dat hoekje spelen. Volgens mij hebben Beast Boy en Wek dat nu net gedaan. Ik kan het niet heel goed zien, maar volgens mij hebben ze dat net gedaan. Ja, nog 30 seconden. Maar nu moeten we even oppassen. Nu komt sowieso die Colt weer. Oké, daar eventjes. Boom. Ja, daar probeerde ik Ems vanaf te halen. Maar ze speelden hem net langs mij. Het was niet heel slecht, niet heel gek geprobeerd van mij daar. Maar het mislukte. Oeh, dit is wel echt een pittig potje, boys. Zijn wij in het voordeel? Nee, we zijn het nadeel bij overtime. We zijn zwaar het nadeel, want zij hebben twee range-knokkers. Zij hebben zeg maar een Colt die flinke range heeft en Ems. En ik kan weinig op dubbel elixir. Jackie natuurlijk ook, of dubbel elixir. Bij overtime. Ik denk dat ik nu even ga boosten wanneer het kan. Boosten wanneer het kan naar een van die twee. Ik denk, kom op. Nu denk ik. Ah, bijna! Daar had ik Colt bijna. Als ik Colt daar gehad had, hadden we wel één nog maar Ems over. En hadden we dit sowieso gewonnen. Maar was dat een goal? Let's go! Oeh, we moeten nog maar één potje. Wat een goal van Lomman. Wat een tegenstanders ook weer, jongens. Oei. Het allerlaatste potje. Concentratie. Sky high nu. Kom op, boys. Wij kunnen dit. Ah, zo close. Oké, dan moeten we nog een potje. 0-0. Ik weet niet of ik was een beetje te zenuwachtig daar om te schieten. Ik durfde niet te verpesten. Oké, dan gaan we gewoon even lekker door. Mooi blok wel van Beast Boy, maar ik vrees dat we nu verloren hebben. Ja, ik ga in deze hoek staan. Ik denk dat ze... Ja, ik dacht het ook al. Oké. Wauw. Dit is insane. We hebben letterlijk een potje verloren. Gewonnen. En we staan nu weer dus 3 cups achter. Ik ga niet alles... Ik ben nu al 33 minuten aan het opnemen. Ik ga niet alles laten zien. Maar nu gaan we gewoon weer een potje strijden dus voor de 750. Ik moet even kijken hoe ik dit allemaal ga editen. Dit is wel echt een van de ziekere video's sinds tijden op mijn kanaal, boys. Dus laat zeker even die like achter. En omdat ik nu dus 2 dagen minder per week Brawl Stars upload, kan ik er wel veel meer moeite in steken in die Brawl Stars video's. Dan kunnen ze gewoon nog zieker worden. Dus daar ben ik ook wel weer heel erg blij mee. Maar we gaan even gewoon lekker even strijden, boys. We komen nu dus tegen een Rico, zag ik al. Een Spike, oké, dat is best wel nieuw. Een Spike hebben we niet veel tegen, zijn we niet veel tegen gekomen. Let's go. Een Spike dus en een Jean. Ze hebben ook niet veel tegengekomen. Rico wel veel, maar Spike en Jean nog niet. Spike echt de eerste keer en Jean volgens mij de tweede keer. Dus dat is wel best wel opvallend dat we nu tegen een Spike en een Jean komen. Ik ga deze Spike even killen. Als dat lukt. Ja, dat lukt. Oh, maar ik ben er wel bijna... Oh nee. Ah, daar wou ik mijn special gebruiken. Omdat ik dan natuurlijk een schild krijg. Maar wow, wat een goal van Beast Boy. En nog maar 1 goal. En we hebben rang 25 gehaald. Nog 1 goal. En we hebben rang 25 gehaald, boys. Oh, ik ben er zo lang mee bezig al. Ik wil dit zo graag. Ik denk dat ik nu ga boosten. Bam. Oké, we hebben wel Spike. Maar Jean heeft ons weer gekild. Maar dat is eventjes gewoon een druk set. Kom op. Heeft Beast Boy daar de kills? Beast Boy daar de kill. Wek heeft de kill. Kunnen we maken? Nee, we kunnen nog niet maken. Oei. Ik dacht echt dat we hem daar hadden. Ik ga eventjes wachten. Dan kan ik daar... Oeh, die Rico. Pijnlijk Ricootje. Pijnlijk Ricootje. Daar had je wel graag mij willen killen, maar het mislukte een beetje. Oké, let's go. Ja.
Ik ga nu die spike pakken. Spike is neer. Daar hebben we alleen nog Rico. Let's go. Oh, het is gelukt. Lolman en WekBS. Bedankt voor het meedoen. Wat een tegenstander ook. En rang 25 is voltooid. Jongens, alsjeblieft. Als jullie nog aan het kijken zijn, bedankt Blue Beast Boy, oftewel Lolman. En bedankt WEK. Zij hebben mega, mega lang hier voor mij gestreden. Check ook hun YouTube kanalen bovenaan de beschrijving. Super, super bedankt. Ik ben hier echt mega, mega blij mee. Rang 25. En we hebben nu twee rang 25. En de volgende wordt of El Primo of Poco. Ik moet nog eventjes kijken. Super bedankt dus voor het meedoen, WEK en Lolman. Ik zie me de volgende video om even te kijken. En tot dan, mensen.